your information. Bent u ervan op de hoogte dat de regering van Suriname, in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, en de Telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS, een week lang in samenwerking met de Caribbean Telecommunication Union, CTU, een ICT-week zullen organiseren? Dit om de samenleving te informeren en het bewustzijn over het effectieve gebruik van ICT te vergroten. Deze ICT-week Suriname wordt van 16 tot en met 20 september 2019 gehouden en heeft als thema Digital Transformation, Do It. Bent u ervan op de hoogte dat tijdens de ICT-week 2019 het ministerie van OWTNC en de TAS onze burgers onder andere in staat zullen stellen het effectief gebruik van ICT door overheden te laten ervaren in een futuristisch digitaal Caribisch gebied genaamd Caribbean Futurescape, een aangepaste grenzeloze ICT-ruimte Futurescape bevordert economische, sociale en culturele integratie en de vooruitgang van burgers door nationale en regionale samenwerkingsprocessen. Caribbean Futurescape belichaamt de praktische mogelijkheden voor digitale transformatie in het Caribisch gebied. De overige ICT-activiteiten zullen de deelnemers informeren over technologie en het effectieve gebruik ervan. De activiteiten worden gehouden op verschillende locaties en omvatten een samenwerkingssimulatie voor Caribische ministers, workshops over de Internet of Things door GSMA, Boosting Your Business door Facebook en ICT voor mensen met een beperking. Omdat er geanticipeerd wordt op deelname van regeringen, ministers en hoge overheidsfunctionarissen, directieleden op zeeniveau, hoofden van internationale en regionale instellingen, is deze week een perfecte om Suriname op bijzondere wijze uit te dragen en onze visie te delen en opties voor digitale transformatie te demonstreren. Bent u ervan op de hoogte dat Suriname getuige is van de supersnelle, ongekende vooruitgang in de technologie die de wereld, maar ook het leven in het Caribisch gebied en Suriname drastisch verandert? Het voortdurende fenomeen van snelle technologische innovatie vereist een revolutionaire reactie van regeringen en organisaties om relevant te zijn en van burgers om hen in staat te stellen effectief deel te nemen aan de sociale en economische ontwikkeling van hun landen. For your information.